Kamer loopt. Kamer zet. Ah, hey! Hallo, wat leuk! Het komt gewoon iets meer over als een zolder, zeg maar, weet je wel. Wij zijn geen freaks. Gewoon twee mannen. Ja. En zonder mannen. Ooit was hij alles, weet je. Briljant. Mijn moeder overleed. En mijn vader draaide door. En ergens weet ik zeker dat hij weet wat hij doet. En dat wat hij doet het beste is. Ja, nee, nu niet meer. Dagen van Stro is een verhaal dat gaat over vasthouden en loslaten. Een vader en een zoon gaan een ultiem experiment aan. Ze willen al het kwaad van de wereld uit hun leven bannen en sluiten zich op zolder. Binnen de vier muren verandert hun uitsluiting al snel in een opsluiting. De zolder wordt een snelkooppan van goede wil, onbegrip en de frustratie die daarmee gepaard gaat. Het verhaal ontploft en de zoldermuren worden een lijst van een krankzinnig schilderij. Een schilderij over een vader en een zoon en de liefde waaraan ze lijden. Ik ben Gijs Schoneveld, ik ben 54 jaar. Ik ben Siebe Schoneveld en ik speel Rudy, Rudolf. Ik ben Emma Dekkers en ik speel Curly. Mijn naam is Michiel Strooyink. Ik ben schrijver van diverse romans en filmscenario's. Ik ben de schrijver van het script van Dagen van Stro. Het gaat over elkaar loslaten. Het gaat over überhaupt in een veranderende situatie waarin we zitten. Namelijk, de wereld staat op zijn kop. Ik ben vorig jaar afgestudeerd van Martin University met een bachelor degree in screen acting. Waarom ik deze film omarm en waarom vind dat hij echt gemaakt moet worden, is omdat het in dit tijdsgevricht thema's behandelt die absoluut actueel zijn. Ik ben op het idee gekomen tijdens corona eigenlijk, toen we allemaal met beperkte middelen aan het filmen waren. Ondertussen was er een gigantisch drama in Ruinerwold. En kwam ik op het idee om met een hele kleine cast een heel groot verhaal te vertellen eigenlijk. Een verhaal over een vader en een zoon. Die elkaar opsluiten. Het gaat vooral over het losmaken. Dus adolescentie, coming of age, dat soort thema's. En tijdens het schrijven gebeurde er veel meer. Werd het echt een soort magisch realistisch verhaal. Ja, waar Gijs en Siebe zich meteen toe aangetrokken voelden. Ja, en buiten het feit vond ik dat vooral het interessantste, hoe die relatie tussen vader en zoon in een kleine ruimte voor zo lang, wat er dan mee gebeurt. Het allerleukste is natuurlijk dat Gijs en Siebe hier achter mij in het echt ook vader en zoon zijn. Ik ben Jirek van Slingeland, van Pellicola, producent van Dagen van Stro. Michiel Strooyink heeft mij gevraagd om Dagen van Stro zakelijk te begeleiden, wat ik met heel veel plezier doe. Ik ben Mladen Wekic, cameraman van NEP. Ik heb 25 jaar ervaring in televisiewerk. Ik wil bij deze film graag een rol van DP op mezelf nemen. Ja, ik ben Jimmy Fok. Ik ben een filmmaker, contentproducent. Werk ook als regisseur. Eerder heb ik met Mladen en Michiel hebben een aantal projecten samen gedaan. Daarom hebben ze mij gevraagd of ik ook bij Dagen van Stro betrokken wil zijn. Enerzijds als uitvoerend producent, anderzijds als opnameleider. Hi, my name is Klaus Bennegaard. I am the illustrator and character designer on this project. I have a long history in the creative industry. Working mostly in graphic design, but illustration has always been a big part of my life. Ik werk al 20 jaar in de filmindustrie op internationale en nationale projecten, waaronder Kidnapping Mr. Heineken en onder andere de verfilming van de debuutroman van Michiel Strooyink, Of ik gek ben. Het grappige bij dit project is wel dat we met best een groep ervaren mensen bij elkaar zijn. Die ook allemaal ietsje ouder zijn. En dat we toch die kaleidoscoop aanvraag doen, waarbij het natuurlijk gaat om samenwerking, maar ook om talentontwikkeling. Ik heb bij NEP een groep van heel getalenteerde mensen die samen met mij deze film willen maken. Die nemen rol van assistenten, en operators en grippers en belichters. We gaan dit op een andere manier maken.
we tot nu toe gewend zijn, dat het alleen maar mensen uit het filmbusiness aan de film werken. Er is een groep bevlogen filmmakers die zich ten doel heeft gesteld om low-budget filmproducties te maken, één per jaar het liefst, om zo jong talent de eerste stappen binnen de filmindustrie te gunnen. Wat nou als je een beetje vrijheid opgeeft om een beetje vrijheid te gaan voelen? Ik bedoel, als jij een baasje neemt met een hondje aan de lijn, is het hondje dan vrij? Het gaat om een drama wat ook geïnspireerd is door Rainer Wolt. Een vader en een zoon die uiteindelijk allebei in een psychose terechtkomen. Wat als een tweede beeldlaag in animatie ook verteld gaat worden. When I was approached, I got really excited. I've been illustrating all my life. And in the later years, I wanted to pursue more illustration. And when this project came about, I jumped on it immediately. Hearing Michiel's ideas and thoughts about how to do this, I thought, wow, this could be an opportunity of a lifetime. There was not only character design that was needed, but a full understanding of 2D and 3D animation. So I reached out to the larger animation community here in Holland to see what talents we could work with and collaborate with. And it's been an exciting journey. I've found some amazing people that hopefully will contribute and to make this film as amazing as it can be. Hard to see how the characters come to life in a real scene, so to speak, where he's playing chess with his father. But you see how the two animated characters are interacting together in live footage. These are obviously animated, but then how does that being expressed, and how does he interact with some of the characters, and which is quite complex and difficult to do. But again, that's some of the challenges that are also quite exciting to engage with, to see how we can really get the inner thoughts of the actors coming to life through these animated characters. Ik heb gekozen om dit interview hier te doen, omdat ik vind dat dit huis past bij de film. Als ik hier, ik woon hier in de buurt, elke keer als ik hier langskom denk ik van, wow, ik zie het gewoon hier gebeuren. Dit huis is zo treurig en hij heeft een bepaalde uitstraling. En dan moet je nagaan dat twee mensen zich daar opsluiten om gewoon niet meer contact te hebben met de buitenwereld. Een bij elkaar geraakt zootje atomen. Dat is wat we zijn. Dat is wat we zijn. Kijk, als je dit balletje neemt. Dat bestaat uit 50 miljard maal een miljard moleculen.